Tot zover de eerste twee gerechten. Visgerecht en spruitjes. Het tweede hoofdgerecht is bakkeljauw. Yummy, yummy, yummy. Olie staat weer op het vuur. Deel 4. Dit moet gebakken worden. De kokkin is niet in staat om te praten, om begeleiding te geven. Maar dat maakt niet uit. Het wordt hartstikke lekker. Tot zo. Het tweede visgerecht. Bacchau of bakkeljauw. Tomaat, knoflook. Uien. En het allerbelangrijkste, dat is Madame Jeannette, om het lekker pittig te maken. Dit is het vis, dat is al volgebakken. En ja, we gaan zo beginnen. Komt u maar. Wat goed pittig. Is het niet te heet? Nee. Zou ik twee Madame Jeannette moeten in doen? Dan zou het echt pittig zijn. Oké. Maar je hebt een Surinaamse vrouw, dus ja. Moet je maar pittig eten. Horen jullie dat? Surinaamse eten is gewoon lekker pittig. Wat er verder nog bij komt, dat is opnieuw bruine suiker. En tomatenpuree. Niet zoveel, maar om meer smaak te geven. Zoals jullie dat zien, bruine suiker en tomatenpuree. Twee flinke eetlepels of theelepels. En dan gaat later zometeen de vis erbij. Nou. Wanneer gaat de vis erin? Even nog 1 minuut. Oké. Goed doorbakken. Goed heet laten maken. Nou, 1 minuut is al voorbij, hè? Dan is het al bijna. Nee, nog maar niet. Hoef je wat verder.
pannetje erop. Oké. Voilà. Dit zijn dan de gerechten. Helemaal klaar. Spruitjes. Javaans visgerecht. En bakkeljauw. Nou, dat wat smullen maar. Ik zou zeggen, veel kookplezier. En tot de volgende video.